Hey, hallo Schorsbosser en Schorsbosserinnekes. Welkom in ons mooie Schorsbos. Goedemiddag dames en heren, welkom in Schijnel. Dat is voor de mensen die het Schijnels niet kunnen verstaan. Maar we gaan terug in het Schorsbos, want hier is onze eigen prins. Prins Felix de Nurste, met zijn adjudant Bart en de twee hofdames Chantal en Tamara. Nou, we gaan ze welkom heten, want een optocht gaat beginnen. We gaan met de grote optocht van start. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben en ik zal vertellen wat er langskomt. Daar gaan we! Hallo, alles goed, burgemeester? Ja, het gaat goed, hè. Het weer zit een klein beetje tegen, maar dat mag echt de pret niet drukken. Nee, dat is absoluut waar. Dus we gaan er vol gas voor hier. Parapluutjes mee, de kinderen hebben naar de zin. Komt helemaal goed. Mee. Veel plezier. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar de prins is inmiddels langsgekomen. Hallo. Hallo. Oh, wat gezellig. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Van wie zijn jullie? Wij zijn Hobbeljanus en Hobbeljanneke natuurlijk. Oh, wist je dat niet? Alle kindjes wisten het. Oh, alle kindjes weten het. En we staan allemaal te zwaaien langs de kant. Oh, gezellig. We zijn zo blij dat wij er zijn. Oh, heel leuk, heel leuk. Mooi hoor. Ja. Nou, veel plezier hè. Dankjewel hè. Want dan kijken wij even naar die mooie karretjes. Dag hoor. Ja. Want dit zijn alle karretjes gemaakt door de basisschool hier in Schijndel. Die hebben allemaal een eigen karretje versierd. En we praten over de Nijkant en we praten natuurlijk over de regenboog, het kwekkenveld, het talent, de kring, de beemd, noem het maar op. Maar het is allemaal een beetje verregend, lieve mensen. Maar dit is opgesteld door de gemeenteraad. Die vonden het kei leuk om dat met de basisscholen te regelen. En daar hebben ze ook allemaal een eigen mooie karretje gemaakt. Skon, hè? Zijn jullie niet gruwelijk nat aan het worden? Wat? Ben je niet te nat aan het worden? Jawel, een beetje. Van welke school ben je? De Heikant. Oh, de Heikant. Hoi. Vind je het wel gezellig? Ja. Heb je het niet koud? Nee. De melkcijfertjes, het Gimond met de crew melkcijfertjes. Hoi. Mooi allemaal op de foto. Alle jongens en netjes. Heb het wel naar uw zin? Wat zei je? Niet te koud? Nee hoor. Nee? Oké. Okay. Hou vol, hè? Hou vol. Ook nummer 4 komt uit Gimmende, de prinsenwagen van de melkzuipertjes. Staan met de regenjas en de dasje aan. Ja, lieve mensen, het is gewoon een beetje jammer, maar met het weer wordt het er niet gezellig op, zal ik maar zeggen. Let op, Piet, daar komt hij aan. Kijk eens mooi, hè? De prins en de prinses vanuit ons mooie Gimmende. De Blauwbekken met de Gimmense brandweer. Je ziet het ook vuur opstaan, hè? Dus de brandweer uit ons dorp die loopt gezellig mee in een optocht. En ik heb hoor in mijn neus. En gevolgd door de bellenblazers. Ook mooi. Een van de Schijnels kapelletjes. We hebben er heel veel die er vandaag langskomen. Dit is er één van. Hallo brandweer. Het is een beetje koud. Huh? En het koud? Nee, het is niet koud. Een beetje nat. Nat. Niet leuk, hè? Is het dan vurig, ja. Ja, precies. Nou, hou vol, hè. Hou vol. We gaan luisteren naar de bellenblazers. De valsvereniging sluit maar aan. Die gaan wel erg hard. Oh, wat een jel aan het doen. Wat? Was je een jel aan het doen? Nee, dit is een liedje van Schorsbos. En die hebben wij als nummer gebruikt. En die vinden wij heel leuk. Oh, en hoe gaat die? Ja, dans, zaai, spring en draai. Ja, heel mooi. Het liedje van Schijnelse scholen. Schijnie! Draai! Dans!
zwaai! Spring! En draai! Heel goed! Het Schaanse liedje Dans, Spring, Zwaai en Draai. Helemaal gezellig door de jeugd die gezellig meedoet natuurlijk. Met een mooi kasteel op een bollenwagen gebouwd. Prachtig toch even zo, hè? We hebben het over de afvaldruppel van Skorsbos, lieve kijkers. En ze hebben daar een mooi kliko-verhaal van gemaakt. Want ze hebben natuurlijk... Ja, daar ben ik weer. Het zal toch een beetje aan het weer liggen, denk ik. Daar komen ze aan. Het clubje net die we afgelopen vrijdag de koninklijke avond gewonnen hebben met een prachtige vertolking van oud-artiesten die er niet meer zijn in een hemelse sfeer. Dus dat was prachtig. En nu gaan ze het hebben over de Be Nice. Oftewel, als bijtjes, Be Nice. Hoi lief bijtje. Hoe heet je? Nee. En heb je het naar je zin? Nee. Ja, ben je nou een echt bijtje? Nee. Heel gezellig. Grote bijtjes, kleine bijtjes. Hoe noem het je de bijtjes? Ja. Hey, bijles, hè? Ja, bijles. Oh, heel goed, ja. Bijles. Oh, die heeft veel meegeleden. Oh, dat is bijziend is ze. Een bijziend. Hier zitten geen mensen niet. Ik zie geen man. Ik zie echt. Ze is bijziend. Ja, mooi. Dat zijn echte kloothommels. Gewoon van mijn schoolnoten, jongen. Niet normaal. Hak al in de gaten. Ze zijn ontstoken. Je bent gestoken en nu zijn ze ontstoken. Dan zijn ze school, jongen. Ze doen ze, ik zeg het. Ja, precies. Dat is ook een schone bie. What a bie, ja. Heel goed. Sambalbij, ja. Ja, heel goed. En een bijrijder. Heel lief. Je bent heel bijzonder als gekwekt. Kijk eens erboven. Oh, wat een mooie queen. Die ziet er prachtig uit. Dat is ook heel mooi gedaan. Be nice en alles in de bies. Nou, het is toch geweldig. Ons clubje net niet. Prachtig hoe ze zich weer verkleed hebben dit jaar. Hartstikke mooi. We gaan naar nog een mooi clubje. Kwekking Billy. De carnavalsvereniging Gerard of niet. En dat is natuurlijk een beetje gebaseerd op onze prins. Want onze prins die speelt in een bandje en heet Screaming Billy. En nou doen ze dan een beetje vertolking Kwekking Billy. Hoi, kun ik kwerken? Nee, kon jij kwerken? Oh, ik kan wel kwerken, ja. Terugstellen die vraag. Wil jij kwerken? Jij moet kwerken! Ik moet kwerken, hoor. Ik kwerken. Oh, iedereen kan kwerken natuurlijk. 1, 2, 3. Oh, kwerken, man! Lekker door! Ik kan zo kwerken hier, mensen. Heel goed. Ze wordt er bang van hier, de kleintje. Hallo, lieverd. Heb je het naar je zin? Ja. Oh, mooi, je ziet er ook mooi uit. Dankjewel. Veel plezier nog hè, met de optocht. En ga je nog carnaval vieren de komende dagen? Ja, ik denk het wel. Nou, veel plezier dan, hè. Dankjewel. En kwek erop los, zou ik zeggen. Daar komen ze aan. Kwekking Billy. Ja, ja. Er gebeurt van alles hier en je ziet het mooie gitaar op de zijkant. Carnavalsvereniging Ger of Nie met hun Kwekking Billy. Het volgende clubje is de Pieter Pinterploeg. En die komen aan met confetti. Ja, daar gaan we weer. Hallo mannen en vrouwtjes. Alles goed bij jullie? Met ons wel. Ja, heb nou zin even een beetje draaien naar de camera, want anders... Kijk gezellig. Kijk gezellig. Ik ben er niet te nat geworden, jongen. Ja, het regen was zo irritant, maar we overleven dat wel. Ja, precies. Straks even onder de föhn en is het weer helemaal goed. En de kroeg in.
Oh ja, dat komt ook. Dan drukt ook wel op, ja, precies. Ook dat je eigen tv-proef bij. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Heel goed. Nou, ze zeggen veel plezier. De carnaval. Hey Tom! Goedemiddag, dit is ons programma Skolsbosschool. Kwek door! Ja, wat vinden jullie van de optocht? Ja, nat hè, maar wel mooi. Ja, heel. Is het wel mooi hoe het opkomt? Ja, het is kei mooi, toch? Nou ja, het weer kan beter. Volgens mij was het vorige week nog 20. Ja, vorige week was het heel mooi weer. Ja, we hadden het een week moeten verplaatsen. Ja, precies, eigenlijk wel. Met hand in hand, hè, hand in hand. Nee, dat is waar. Nee, en we hebben ook allemaal bekende schijndelaren. Oh, is het waar? Ja, Christel de Laat, die loopt. Oh, die loopt er ook mee? Oh. Ja, ze is erbij. En we hebben ook nog verder wel ook van buiten Schorsbos, Matthijs van Nieuwkerk. En... Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dan gaan we kijken wie het er allemaal is. Veel plezier, hè? Geniet ervan. Ja, fijne optocht. Onze collega's van TV Schijndel doen ook nog mee. Zo. Die lopen zelfs mee in de optocht. Dus dat is ook wel leuk bedacht eigenlijk, zo dat ze zelf mee gaan in de optocht. Hier zitten ze aan de tafel, Schorsbos kwekt door, allemaal bekenden, volgen ze het briefje. Eens kijken of we mensen kunnen herkennen, die zijn er al tussen deur vertrokken. Oh, die heeft ze mooi opgemaakt. Heel goed, lekkere nootjes, gezellig. Hier, de genaren zitten er ook aan. Mooi clubkom geregeld in ieder geval. Op maar naar het volgende bandje wat langskomt, Kapelleke. Doe maar! Dankjewel voor het mooie stukje muziek. En geniet nog van het laatste stukje optocht, Beat the Nat Leeuw. Ja, ja, geweldig. DJ Draai aan het zien. Oh ja, met de wind. Ja, ik hoop dat we niet verslagen worden door een zonnesteek of andere ongemakken. Zoals een hagelstorm, maar dat was gelukkig vorig jaar. Het gaat helemaal goed komen, denk ik. Succes het laatste stukje. Ja. Doe maar met een mooie blauwe poncho's. We gaan naar het volgende clubje en dat zijn de Kooikaaien. Een nieuw clubje aan het firmament van Schorsbos. En die hebben als thema de Schorsbossers emojis. Nou, dat is ook wel leuk. Maar dat zijn niet de Kooikaaien volgens mij. Maar dat zijn de Dundraaiers. De Dundraaiers. Met... Ja, ja, sorry hoor, dat zijn de draaiers met de emojis. Ik zie het dan, want ik zie Peter en ik zie een hele hoop. En ik zie Hans en ik zie Grazia en ik zie ze allemaal, Cor ook. Dag Prins! Dag. Zit je wel in het goede dorp? Ja, geweldig hier. Hè. Ja, de emoties voeren de boventoon en ook al ondanks het weer, kijk, dan doen we gewoon een paraplu's, hè? Ja, ja, we gaan gewoon alsof er niks aan de hand is verder. Hè? Zo is. En de Schorsbossen emoties zijn allemaal even mooi, dat zie je wel. Ja, ze zien er allemaal prachtig uit en je loopt er fantastisch tussen. Geniet ervan. Dankjewel, hè. Ja, ja. Oh, lieverd. Ik wil de groeten doen aan iedereen van Laverhof. Want daar werk ik, dus dat is keileuk. Dankjewel. Het beste. Werk je in Laverhof? Ja, Laverhof, ja. Volgens mij al heel lang, of niet? Heel lang, ja. Dus nog een keer de groeten van misschien dat... Alle bewoners en iedereen die te werk, de groeten van mij aan Laverhof. Veel plezier bij de carnaval. Ja, jullie ook veel plezier. Nou, dan zijn de groeten gedaan. Dus het komt helemaal goed. Het overschotje komt eraan. Dus ik zou zeggen, geniet maar mee van het volgende clubje. Het gaat een beetje... De bandjes komen, de kapelletjes komen lekker rap achter elkaar, komen ze dan. Overschotje!
Mario, hoe is het, jongen? Uitstekend. Je hebt een nat cupje. Ja, dat komt van de regen natuurlijk, hè? Oh, toch wel. Ik denk van het zweten, van het hard bloed. Nee, dit doet nooit. Dit kost geen inspanning. Het is ontspanning, dit. Het komt helemaal goed. Straks een feuntje eroverheen en dan zitten ze weer knap. Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje gel erin hebben dan en zo, want anders dan ziet het er niet meer uit, hè? Nee, maar dat komt wel goed. Ja, helemaal. Succes met het overschotje. Dankjewel. Ach, werd het toch mooi, hoor, een mesk. Ja, dankjewel, dankjewel. Dat moest ik eigenlijk heel jongens. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, super fijn. Hallo dames, hallo. Kunnen jullie een beetje in de optocht gaten gevuld krijgen? Nou, het is heel moeilijk, want de gaten worden steeds groter. Oh, maar wij doen ons best. Oh, heel goed. Wij vullen ze met liefde en plezier op, dus als jij nog ergens een gotje hebt. Ik heb nergens een gotje meer. Dan hebben wij het goed, ons werk. Ja, dan. Ja. Dan hebben wij heel goed, goed op. Heel goed. Wie is Bernadette, met degene? Ik ben Bernadette. En dat is Wilma. Wilma, ja, 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 zeker. En als je nou een rotte kies hebt, dan is dit... Oh, dat is wel een mooie, dat is wel een lekkere. Wil, dus helemaal goed. Ik ben helemaal afgevuld. Fijne carnaval. Ja, veel plezier, hè? Ja. Ja, ik zie het. Ja. Nou, daar komen ze dan. De kooikaaien. Eindelijk zijn ze er dan met de Voice op Schorsbos. Heb ik de kwekfactor. Kijk maar met camera en eigen draaiende stoelen. Wij zijn speciaal met onze vijfkoppige jury naar Schotbos gekomen om op zoek te gaan naar het beste nieuwe talent. En wij gaan deze jury natuurlijk één van jullie voorstellen. Met aan de linkerkant, wel bekend bij de oude garde, Theo van Veghel. En naast Theo van Veghel zit het leukste duo van Schotbos, Bo en Kiki van Zeus. Naast Zeus hebben wij de knapste prins die we ooit in Schorsbos gehad hebben, Felix de Nuchste. En op het uiteinde zit de knapste jongen van Schorsbos natuurlijk, de leuke jongen van Baby Boo. En wij gaan eens kijken of er in Schorsbos nog een beetje talent is en of er iemand voor ons wil optreden. En ik heb vernomen dat er in het publiek misschien wat mensen aanwezig zullen zijn die een liedje zouden komen willen zingen. Ik zie hier een man in zijn lederhozen. Wilt u misschien een liedje haken? Ja, dat vind ik goed. Doe als die niet lessen kan en let ons herren wat die zingen kan. Hij is door. Vier keer gedraaide stoelen. De kooi keien met de Voice of Schorsbos. Heb jij de kwekfactor? Nou, volgens mij is dat kei goed gegaan. Goed gegaan, mannen. Prachtig. Hou vol, hou vol. Het volgende clubje, Lars van Nieuwburg. Ben ik er, Lars? Ja. Loop ik even op? Ja? En het nou de zin, jongen? Ja? Je moet even een beetje omdraaien, want dan beginnen ze de camera jou ook zien. Wil ik nog iets zeggen tegen al de kijkers? Stem op ons! Stem op ons, dat gaan we doen. Heel goed, Lars. Wij houden Schorsbos vrij van troep, zeggen ze. En het plastic soep, dat willen ze sowieso afvoeren. Heel goed gedaan. Lars van Nieuwburg met de klimaatkwekkers. Op naar het volgende clubje. En dat zijn de Skonvrouwkes. En die hebben het over wij kwerken kwekers. We gaan er vandoor. Oh.
En hier hebben we de eentjes vangen. Hoi eentje. Eentjes vangen. Ja, ik wil eentjes vangen. Ik heb jou gisteren gevangen volgens mij. Moet je even draaien. Waar is je ijzerdraadje gebleven? Ja, nu hebben we in de vijver. Oh, hebben we nu in de vijver. Oh, oké. Okay. Moet ik in de vijver vangen? Latjes vissen. Oh ja, bijna. Oh, het wordt spannend. Ja! Het eentje gevangen en een mooie sticker verdiend. Kijk eens, prachtig. Dan kunnen we thuis komen toch, met zo'n sticker? Oh, een snoepje, dankjewel. Ik doe een beetje een kindje. Nou, lekker, een snoepje en een sticker. Wat wil je nog meer? No Ducks, No Glory komt er achter de eentjesvanger aan. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie wagen die lekker vol zit. Met eentjes, maar het zijn wel grote eentjes. De papa's en mama's eentjes, denk ik. En een hele grote kwijk die voorop rijdt. We hebben een eentje uit de spit. Lekker met een nat weer, dat plakt het tenminste een beetje. Hallo, heb je het naar je zin? Super! Oké, hou vol dan, hè. mooi. De buurt appjes. La la la, Schorsbos kwekt. Helemaal gezellig. Ja, die zijn met z'n allen aan het dansen, die nannetjes, de nannetjes. Heel veel vrouwtjes en nonnetjes zie ik al. En ook nog een aantal. Kijk eens zo mooi. Loopt allemaal met haar klikkers. Oh, we hebben nog een echte. Een echte bestoren hebben we. Het is veel te vroeg. Hij geeft dan een askruske, maar. Nou, een stukje sister act dan. Carnavalsvereniging Het Gevenagers met Hawaii. Ik zie aan jou dat je heel goed kan limbo dansen. Ja, echt niet. Ja. Kom. Nou, klaar stukje dan. Maar moet die veel lager worden eigenlijk? Oh, dankjewel. Je hebt wel echt weer voor Hawaii, of niet? Ja, een beetje wel. Moet ook, hè? Eigenlijk in bikini mee willen lopen. Nee, het is iets te koud. Dat was het idee. Ja. Maar nou regent het. Dus. Ja, dan is dat niet leuk. Anders hadden we dat wel gedaan. Volgend jaar. Ja, hallo Hawaii. Ja, ik moet zeggen, ze hebben niet het weer ervoor, zou ik maar zeggen. Maar het is wel gezellig. Kijk maar, het draait en dat moet allemaal natuurlijk bij elkaar komen. Hier een rokende.
Ja, dan gaan we weer verder, lieve mensen, met de vliegenmeppers. Onze afvaljongen is er weer. Hij ziet er nou intelligent uit, hè. Hoe is het met jou een druppel? Ja, met een druppel gaat het helemaal niet goed. Nee? Ik heb hier eentje. En ben ik vorige week naar de Milieustraat geweest. Ja. Bedenkt, hè? Niet geactiveerd. Echt waar niet? Nou zeggen ze dat het pas over 4 weken is. Dat ben je er niet. Maar ik heb er hier nog een. En die doet het wel? Dat is van Deert. Oh, en die doet het wel van Deert? Ik weet wel. Dus op zich is dat op zich een oplossing. Maar ik heb een probleem. Jij kunt mij helpen misschien. Oh, ik weet het niet. Ons vrouw is op vakantie. En ik zit met mijn afval. Ik weet niet welke week het is. Welke week het is? Heb jij zo'n app op je telefoon? Ik heb zo'n app op de telefoon, ja. Ja. Ik niet. Nou, ja, dan moet ik gewoon downloaden. Dus ik heb een simpel manier gevonden om dat toch op te lossen. Oh, met Wil je hem niks mee helpen? Ja, ik help jou wel. Nou, je hebt ook een mooie naam, Strontvlieg. Wat zei je? Strontvlieg is ook een mooie naam. Kruisvliegje. Oh, wacht, even draaien. Moeten we even draaien? Wat is je nou? Plastic. Ja, we hebben... Is dat plastic? Nee. Ja, ik moet er gewoon... Ja. Dat is de enige manier om het kwijt te raken, hè? Ik ben een eerlijke burger, maar ik stop ermee. Ja, groot gelijk. Hoi! Hij levert ze gewoon in. Ja, er is toch wel met die druppel, hè? In, voor iedereen. Ach, daar komt hij aan. Mag ik even? Hallo? Wat gaat het? Je hebt ongetwijfeld slechte nieuws genomen deze week. Slechte nieuws deze week. Hans Gerry. Nee. Kaatsheuvel. We zitten in Kaatsheuvel. Efteling. Ja, heel goed Hans. Voor jou gaan we door. Koffiezetapparaat. De Efteling mag je uitbreiden. Ja. Dus wat doen wij? De Crazy Pintonexels maken een heuse achtbaan. Daar gaat hij. Achtbaan. We gaan naar de carnavalsvereniging Bakt er niks van. Die staan er aan te komen, zeg maar. En die hebben lekkere snoepjes. Ook het wel heel lekkere snoepjes zijn. Zelf gebakken. Oh, mooi. Daar komen ze aan. Carnavalsvereniging bakt er niks van, met de vlam in de pan bakken we er niks van. En dat kunnen zien aan de wagen, hè, met de vlammetje die er is. Ze zijn allemaal gaan lopen, denk ik, want er zit er geen ene meer in. We naderen een beetje het einde van de optocht, lieve mensen. En onze dorpsluchtige hoogheid die zal wel inmiddels op de Bosweg zijn aangekomen. Maar hier hebben het clubje De Plekkers. Met hun al 11 jaar bouwen wij een Schorsenbossen carnavalsfeestje. Een hele grote club van veur tot achter. En ga maar meegenieten, want we hebben er weer iets moois van gemaakt. Bouwen De Plekkers een Schorsenbossen carnavalsfeestje. En dat moet natuurlijk gevierd worden!
moment zie komt een van de beste bouwers door de jaren heen en hij loopt even op. Hoe gaat ie? Nou, gaat helemaal goed. Ik ben een beetje nat geworden, jongen. Ja, het is een beetje jammer van het weer, maar ja, het is toch niet anders. Dus, straks even in de droogtrommel en dan komt het goed. Zo is dat. Veel plezier, het ziet er weer prachtig uit. Dank je. Jeffrey van Dinter, de zoon van, van de mooie trofee die uitgereikt wordt. En de mooie bouwer van vroeger, Jos. En kijk eens wat prachtig dat ze het hier voor elkaar hebben. De plekkers. Geniet er maar even van. De plekkers in het Kortse Bosse carnavalsfeestje. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat doet het goed, Rob. Dat doet het goed. Oh, mooi, hè? Ja, heel mooi. En dan de kliko's die erachteraan komen, die zijn van Nederland schoon. En die zorgen de Schorsbos na afloop van de optocht weer netjes schoon en opgeruimd is. Dat zal niet meevallen met die confetti die vastgeplakt ligt op de grond. Maar dat wordt vanzelf dreugen en dan vegen we het wel op. Maar we genieten nog even van. Carnavalsvereniging De Plekkers, want die hebben het weer prachtig voor elkaar. Met een enorm mooie lange auto. Ik kan vast zeggen dat ik iedereen wil bedanken die aan deze uitzendingen meegewerkt. Aan de camera Piet van der A hier, waar je nou naar kijkt. Theo van de Heuvel, Jan van Oort en Maarten Somers. En boven de techniek van Rob Beyer en Dirk van der Kroef. We hebben het weer graag voor jullie gedaan voor de Omroep Meijerij. En ik zou zeggen, geniet van de uitzendingherhalingen en laat het allemaal overheen komen. Schorsbos kwekt, dat was het thema en is het thema van het jaar. En we wensen Prins en zijn gevolg natuurlijk een hele fijne carnaval. Graag voor jullie gedaan. Ik zou zeggen, bedankt. Mijn naam is Hans Vastbinder en blijf kijken naar Omroep Meijerij. Thank you.